Bob, een hele belangrijke, maar bovenal een heerlijke overwinning bij Helmond Sport. Ja, ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt, meer dan verdiend. Maar zo goed we de laatste 17, 18 minuten van de eerste helft speelden, zo slecht speelden we echt het eerste half uur. Langs beide kanten, oké, we komen goed weg. Eerste minuut, denk ik, via Norbert nog een bal op de lat. Dan krijgen we een slimmielig doelpunt tegen. En dat heeft ons misschien wel wakker geschud. Maar ja, op een gegeven moment beginnen we zo goed te voetballen. Laatste kwartier, denk ik, eerste helft, dat we gewoon drie keer moeten scoren. We komen drie, vier keer alleen voor Havenkoten. Oké, uiteindelijk maken we dan toch dat doelpunt. Het gaf ons wel terug wat energie en ruimte. En onder de rust gezegd van, kijk, als we dit blijven brengen, wat we de laatste kwartier hebben gebracht van de eerste helft, dan zie ik niet in waarom we deze wedstrijd niet gaan winnen. En dan zag je, zij begonnen de tweede helft en ja, we hebben natuurlijk wel wat coronabesmettingen gehad. Ze wilden het tempo eruit halen. Ja, dan moet je een moment hebben waar we dat doelpunt maken, want anders bloeit de wedstrijd misschien dood, hoeveel initiatief je ook neemt. Ja, van het moment dat Kay hem fantastisch binnenschiet, denk ik, was de wedstrijd gespeeld, maken we nog 3-1. En ja, hebben we niks weggegeven, wedstrijd gecontroleerd. Dus over het laatste uur van de wedstrijd ben ik wel tevreden, de eerste half uur niet. Kay, wat een droomavond voor jou. Een 1-3 overwinning, ja, en 3 goals voor jou. En je eerste hattrick in betaald voetbal. Ja, klopt. Ik heb een leuke avond gehad, zeker. Je eerste goal, je verovert de bal op het middenveld. Je gaat 1-2 aan met Joel Margarita en je rolt hem als een spits af. Ja, klopt. We trainen daarop en hij legt hem keurig terug en ik hoef hem alleen maar binnen te schuiven. En de tweede goal, ja, die mogen echt zijn. Een harde afstandsschot van vloog de kruising in. Hoe zag je het zelf? Ja, dit is wat ik altijd had deed, ook bij het amateur, ook bij Volendam. Naar binnen komen en schieten. En uiteindelijk heb ik het nu ook hier bij Os laten zien en gelukkig zat hij erin. Je traint hard op schieten. Op de training zie ik je vaak ook na de training nog even afronden. Oefening baart kunst, zeggen ze dan, hè? Ja, klopt. Alleen oefenen we ook altijd koppen, maar helaas heb ik geen kopgoal gemaakt vandaag. Dat was de perfecte hattrick geweest. Ja, dat zeker. Maar uiteindelijk, je maakt toch nog wel de hattrick. Een verkeerde terugspelbal en je zit er eigenlijk heel goed tussen. Ja, klopt. Ik zag al dat hij hem terug was spelen. Dus gierig als een spits en toen was ik erbij. Keeper voorbij en de bal erin schuiven. Even over Kay, hij maakt een hattrick en de goals mochten er zeker wezen. De 1-1 een uitgespeelde goal en de 2-1 was een fantastische knal. Ja, maar dat is wat ik zeg. Hè. Je moet je momenten pakken. Als Kay hem daar niet binnen schiet, wordt het gewoon een heel moeilijke wedstrijd. Want zij beginnen in te zakken, gaan loeren op de omschakeling. Ja, door het doelpunt van Kay verandert de wedstrijd en geven ze nog een bal weg. En Kay maakt het weer fantastisch af. Maar voor mij was het mooiste doelpunt de 1-1. Omdat we daar echt... het heel goed uitspelen en Gerolf fantastisch Kay bediend. En de mooiste actie was de kans van Joshua Sanchez, denk ik, eerste helft, waar we in de opbouw van beide keeper los door de linie spelen. Uiteindelijk bijna 1-op-1 komen met de keeper en Joshua die daar moet scoren, denk ik, hem nastrapt. Was wel jammer, maar uiteindelijk wel een heel volwassen wedstrijd of een volwassen laatste uur. En op het einde nog niks weggegeven. Is dat ook het vertrouwen wat de ploeg heeft door zo'n 1-1 uit te spelen, nog een keer terug te leggen en de persoon Kay zelf om zo'n bal van 20 meter strak in de kruising te trappen? Ja, maar we zijn nog altijd een team in ontwikkeling. We zijn begonnen met een aantal jongens, waaronder een Kay, waaronder een Pata, op een gegeven moment zelfs Sekou, Jurl, allemaal jongens die weinig wedstrijden hadden op dit niveau. Maar je ziet dat ze zich enorm ontwikkeld hebben en dan is het natuurlijk wel leuk voor een Kay dat hij 3 keer scoort. Maar ook het hele team. Hè. Ik denk dat we altijd proberen te voetballen, dat we altijd voetballend willen tot kansen komen. We hebben vandaag ook weer 700% kansen gecreëerd. Dus voor hetzelfde geld is het 2-6. En dan denk ik dat ook niemand iets zegt. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar er is altijd nog werk aan de winkel. Alles kan beter. En we moeten hier even van genieten. Maar maandag hebben we Jong AZ. Dus het zal morgen al terug vroeg dag zijn. Hè, trainen. Wedstrijd nog even analyseren, ook de tegenstrever van maandag analyseren. En maandag is er weer een nieuwe wedstrijd. Ja, je benoemde bij mij in de voorbeschouwing dat het een pittige, maar vooral een leuke week zal worden. Omdat je weer wedstrijdritme opdoet en veel wedstrijden speelt. Je bent de week goed begonnen. Ja, tuurlijk. Als je 3 punten pakt, ben je altijd heel tevreden. Dus laat ons hopen dat we nu goed herstellen en dat we dat maandag nog eens kunnen overdoen. Ja, en nu kwamen we nog 1-0 achter aan het begin.
Hoe zat het mentaal aan de ploeg? Want jullie bleven sterk en bleven kansen creëren. Ja, was anders dan normaal eerlijk gezegd. We voelden gewoon dat we de 3 punten konden halen en we hebben het ook laten zien. En we zijn als team goed doorgegaan en we hebben het opgepakt. Nu hebben jullie 3 wedstrijden in 1 week. De eerste zit erop. Nu wacht maandag Jong AZ en vrijdag de derby tegen Den Bosch. Daar leef je nu met vertrouwen naartoe, neem ik aan. Ja, zeker. Als je 3 punten hebt en je wint, dan is het altijd lekker vertrouwd en dan op naar de volgende wedstrijd. Weer een hattrick? Ik hoop het wel.